En hallo allemaal en welkom bij een nieuwe episode van Tetvercade Extra. En ik heb slecht nieuws allereerst, zoals niet. Ik ben weer vergeten mijn microfoon aan te zetten. Het begint een beetje irritant te worden. Het probleem is, ik heb zeg maar een mixpaneeltje. En dat mixpaneeltje dat zorgt ervoor dat mijn microfoon veel duidelijker klinkt, veel beter klinkt. En dat ik volume live kan editen en niet moeilijk hoef te doen met editing en zo. Dat gewoon allemaal, dat ik het nu dat ik dit opneem, kan aanpassen het geluid. En niet achteraf en dat ik moeite moet doen en dat de gamegeluid te zacht is. Maar, hier komt de spoiler nummer 1. Wat heb ik gedaan vorige keer? Ik heb een Wither bevochten. Spraakgebrek. There you go. En, ja. Wat heb ik gedaan van die Wither? Daar heb ik een ring gemaakt. De Golden Wings, oftewel. Yay! Look, I'm pretty. I have wings. Yay! Ik moet ook nog eentje voor je wand maken, maar ik weet nog niet welke die hij gaat krijgen. Er zijn heel veel wings. Invisible Feathery. Ik denk dat die Feathery gewoon krijgt. Gewoon puur. Because fuck you, that's why. Kijk, dan zie je. Dan moet ik die zeker afdoen. Ik heb toch Feathery gemaakt. Huh? Oh, hier. Ik krijg die engeltjes, vleugeltjes. Whatever. Niet dat het uitmaakt. Ik wil de gouden. Vind ik leuk. Ziet er leuk uit. Maar daarentegen, we hebben een klein beetje powerprobleem. Dit ding zet continu non-stop 24/7 aan. En daar wil ik iets aan doen. Dus, daar gaan we iets heel simpels aan doen. We gaan superveel stroom genereren. En daarvoor hebben we een paar dingen nodig. Wacht. Je kan me veel vertellen, maar voor mij moeten dat echt Wither Skulls zijn. Furnace, sure. Ik heb ook een ritueel geopend ervoor, zoals misschien mensen weten. En dat heb ik ook die episode gedaan, want ja, stable ingots heb ik ermee gemaakt. Als ik ze kan... Stable ingots, there you go. Die zijn duur. Je kan ze niet EMC geven. Helaas, maar waar. Ze hebben trouwens een MBT dingetje, dus je kan ze überhaupt niet leren. Ook al zou je ze willen leren. Netherstar. Deal with it. Was dat mijn laatste Netherstar? Oké. Maar ik heb gelukkig mijn Netherstar. En Netherstars kun je wel leren in dit systeem. Hé, schatje. Nether. Zo. En ze zijn eigenlijk te goedkoop, naar mijn mening. 24k is niet veel. Voor een Wither fight, vind ik. Er zit wel een nerf aan dit ding, aan deze generator. En... ik wil het laten zien, maar ik wil ook niet doodgaan. Spoiler voor dat. Eens even kijken. Hoppakee. Wacht. Er is een ding voor. Ik weet niet of ik er genoeg spullen voor heb. Ender, Io. Hoe heet dat ding? Het heeft een Eye of Ender te maken. Ik weet niet hoe die heet. Dan kun je op afstand kun je meekijken. Niet een Killjoy. Oké, wacht even. Ender. Die. En dan kijken welke erop lijkt. Dit. Ah, luister. Ja, die. Fuck. Oké. Hoe heette die? Is dit hem? Nee. Ik ga kijken hoe die heet. Ik ga het onthouden. I believe. Ender. Io. Nice. Echt waar. Beste naam ooit. Want daarmee vind je alleen de mod. Nice. Is dit hem? Ender Io. Ja, oké. Dan weet ik tenminste wat ik nodig heb. 4 quartz. Wink. Oh ja, eerst die leeg, dan pas iets erin. Dat is hoe dat werkt. Dus, Wither Skulls voor bevochten, dingetje gedaan. Nether ding vervochten, hij is zo simpel, echt waar. No offense, maar hij is zo simpel. Oké. Ender EO, mooi. Thank you. Hier zit een Nether Star in. Even kijken. Eigenlijk
Eigenlijk wil ik het gewoon zo doen. Sure. Nuke view. Oké. Okay. En als ik het goed had begrepen. Woe. Oké. Okay. Kun je met linkermuisklik kun je zeg maar omheen kijken. En als je rechtermuisklik op een ding doet. Linkermuisklik op, middelmuisknop. Wat doe ik? Heb geen idee. Wacht. Jij kan niet bij. Oh, verdorie. Oh, hij moet hem wel echt zien. Oké. Okay. Naaier. Goed zo. Zo. Ik denk dan dat ik maar eentje hoger doe. Eens kijken of dat kan. Hoewel, ik wil twee dingen ermee. Ik wil de star generator bij. Oké. Okay. En ik wil bij... Kunnen we daar überhaupt bij? Oké, daar kunnen we bij. En... I don't think so. I do not think. Ik denk dat we gewoon in de muur zitten en daardoor het niet bij kunnen. Nee. Oké. Okay. Whatever. Het is goed genoeg zo. Ik wil bij de jou kunnen komen. Oké, hij doet het. Want in theorie kun je nu ook vanaf een grotere afstand. Ik denk dat Industrial Craft groot genoeg is. Joink. En dan kunnen we. Voink. Eén zo'n ding, dat geeft zo ontiegelijk veel stroom. Niet normaal. En als het goed is. Gebruik jij geen stroom meer. Hoop ik. Het is niet normaal hoeveel stroom er doorheen gaat. Oké. Okay. Ik had iets beter moeten doen. Ja, het duurt ook een minuut. Hoeveel geeft het stroom? Veel. 86 miljoen. Dus daarvoor ben ik dus... Althans, heb ik capacitors gemaakt. 10 stuks. There you go. En ik was voorbereid deze episode. Je hoort het misschien de laatste tijd wat meer. Probeer te voorbereiden. Jij in de back. Ik ben ook mijn arrow kwijt. Oké, okay. Was al bang. Hoppakee. Dat ik mijn OP arrows kwijt was. Even kijken. Even wachten. Dit is een beetje jammer. Kon dit blok me ook maar breken op afstand, dan was hij helemaal geweldig geweest. Ja. Dat... gaan we een minuut naar hier kijken? Nou jongens, het is nu 54 seconden, 53, 52, 51. Het gaat zo snel. Ik kan niet praten zo snel als jullie willen. Oké, okay, we gaan iets anders doen. Wat het idee is dus dat we een plek hebben. En ik zit eraan te denken om gewoon... Ik weet niet, het moet van me aan één plek. Hieronder kan eventueel. Dus een plek hebben waar we de... Die shit kwijt kunnen. En aan de ene kant moet de... Hebben we een hammer? We hebben de hammer bij me. Oké. Okay. Oh. Don't move. Dus dit is niet de kant. Niet bepaald. Misschien toch een... hier zie je. Johan's pretty room. Ik weet niet hoe ver we hier achter kunnen. Dat gaan we eventjes niet doen. Ook niet heel ver, though. We zitten een beetje in een ruimtegebrek. Oké. Okay. Gaan we af hoe we dichtbij hebben kunnen komen. Of heb ik al een minuut voor gepraat? Heet dit? Oh, oké. Okay. Minuut voor gepraat. Mooi. Hallo. Jetpack. Oh, ik heb hem al. Oké. Okay. Vanwege de wings kan ik trouwens met creative vliegen voor de mensen die de wings niet kennen. Hey, ga je mee als je nog wilt? Hoor je bij ons? Oh, nee, dat is een andere wings. Sorry.
Ik snap de verwarring. Ja. Lol. Ik weet echt totaal niet hoe het verder gaat. Ik weet niet. Mijn zusje kijkt het altijd en... Zij was iets eerder thuis dan mij altijd. Dat was iets eerder uit. Stomme kutklasregels. Hoe lager je klas is, hoe eerder je uit was bij mijn basisschool. Maar, ja. Dit is ridiculous. Is dat niet een Harry Potter toverspreuk? Ridiculous. Maakt niet. Wat het idee is, was dat zij altijd eerder thuis was. En daardoor mocht zij de... TV, dat zei het tv-kastje en ja, als je tv-kastje hebt, dan is er een meisjes tv-programma heel aannemelijk om te kiezen. Ja, ik weet namelijk, ik heb namelijk die conduits gemaakt, dacht ik. Nee, hoe heet ze? Het is van Thermal Expansion. Thermal... En ze zien er heel geweldig uit. Flux, ja. Flux. Flux. Chiral Stabilized Flux Duct. Oftewel, Infinite RF door een kabel. Dat is echt awesome. Echt awesome. Ik weet niet hoe snel die is met maken, though. Eerst Obsidian. Ik denk niet dat het heel snel is, nu ik het zie. Wow. Daar ging heel wat tegelijkertijd aan. Oké. Okay. Dat zijn Fluidux. Bliss. Oké. Okay. Maar, we hebben één. Ja, ik laat jullie het gewoon zien ondertussen. Dit ding is verdomd awesome. Het is gekoeld met Bliss. Dat is een... Blaze, maar dan van ijs. Spul. En damn. See the texture. Echt waar. Het is zo awesome om te zien. Als je het mij vraagt, echt geweldig. Kabels, wauw. So much. Flux. Hij is alleen niet zo snel met maken. Maar daarentegen Infinite RF. Oftewel oneindig. Waar is hij mee bezig? Waar loop je op stuk? Scheduled, stored. For reals, waar loop je op stuk? Het zal. Dat wordt zo meteen wel opgelost. Dus wat het idee is, is dat we Infinite RF, oftewel... Jank. Dus dat we hier deze muur, zeg maar, vullen met deze dingen, want... Dan kunnen we ontiegelijk veel shit kwijt. In theorie. En dan hebben we eindelijk een keer genoeg RF-productie dat we deze lijn niet meer nodig hebben. En de conduits, die zocht ik. Joep. En de conduit. ENDER. Conduit, dank u. Doe het nog lang met jou? Ik snap niet waar hij mee bezig is. Flux. Flux. Misschien dat die vastgelopen is. Empty. Full. 10. Go. Start. Raar. Alsof de pulverizer niet werkt. Het zal wel. Kom er wel later op terug. Waar ga ik heen? De nuke. Dus ja, ik ben af en toe een beetje bezig en dan doe ik heel veel in een episode en dan vergeet je je microfoon aan te zetten. Dat is toch heel normaal. Helaas. Even zo. Zat die trouwens, waarom zit die nog steeds aan? Dat vroeg ik me af. Zo. Goed zo, jongen. Jij hebt je ding gedaan. Hoppakee. En jouw ding hebben we nu nodig. En die gaat heel fancy-ish daar naartoe. En dan moet die op push mode. Die op push mode. En als het goed is, gaat dit de hele base poweren. Ik moet alleen één nether ding hebben. Even kijken. Ik
Kon je dat ding nou... Ja, die kon je wel met de NDO-stuff weghalen. Dat ik hier nog even bij kan. Oh, hier. Nuke view. Sure. Ik ben heel benieuwd of dit werkt, mijn idee. Kijken of het kan. Netherstar. Yoink. Kunnen we vanaf hier... Oh, wauw. We kunnen vanaf hier de nuke... stuff bedienen. Awesome. Zo. Oké. Je mag alleen niet in een stone blok zitten en... Ik weet niet of dat lukt, zeg maar. Punt is... Voor mij moet hij het zelf kunnen zien of zo. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik kan hier nu niet in. Dat is mijn probleem. Dus ik denk dat ik deze ruimte langer moet maken. Zodat ik het makkelijker kan bedienen, dat ding. Beetje omgekeerde logica, maar sure. Als dat het is hoe dat werkt. I will deal with it. Hallo? Ja. Zo. Hoppakee. Jij. Vanaf de base. Begin ik? Wacht. Wat? Ging je nou... Wait. Zag ik dat goed? Oké. Ik ging in plaats van... Hem openen. I don't even know. Oh. Oké. Netherstar. 31.000. RF de tik. 32.000. 33.000. 34.000. We halen de 34. Dat is mooi. Ik vraag me echt af hoe die infinite RF werkt. 35. Dit is we're done with the game. Maar 36.000. Hij heeft echt moeite mee. Hij hoort 40.000 non-stop te geven. Misschien dat hij het net aan... Dat die infinite RF net even iets anders werkt. We gaan het zien. Ik weet dat dit voor mijn basis nu werkt. Jezus, OP. Ik hou van OP, though. Infinite RF. Het idee. Ah, heerlijk. Hoe gaat dat met onze Surtis Quartz? 900. Ik heb de quarry waarschijnlijk voor de laatste keer nu gevuld. Quarries zijn zo... Wat ben ik aan het doen? Dat is grappig. Voor mij gaat het een stuk sneller omdat ik vlieg. Oké. Ik heb er weer heel wat Aetherness Fuel in gestopt. En ik weet niet of dit de laatste keer is dat ik hem ga vullen. Maar we komen redelijk bij een punt. Je ziet misschien in mijn minimap hoe die update. Bij een punt aan dat we zeggen, we're done. Deze quarry was best wel groot. En ja, ik vond het goed. Ik vond het goed. We hebben genoeg stuff wat we... Anders niet met EMC kunnen krijgen. Zoals brons. Koper, tin hoort erbij. Surtis. Hoewel, er is een update van Applied Energistics. Ik weet niet wanneer we gaan updaten. Maar dan kunnen we mod installeren. Dat we Surtis en dergelijke ook uit EE kunnen halen. Er was ook al een mod die de oors toevoegde. Zoals brons en dergelijke. Vond ik leuk om te zien. Dat mensen daar echt mods voor maken. Om dat soort... Kleine dingetjes eigenlijk te tweaken. Vind ik leuk. Het zijn van die tweak mods die... Ja, vind ik leuk. Oep. Dat we hierheen kunnen dp'en? Bevalt me niks. Het is gewoon dood. Maar. 800 RF de tik is momenteel ons verlies. We hebben gigantisch... We hebben 90. Wait. Klopt dit? Netter.
Ja, 96 miljoen, dus dat we hebben iets verlies, denk ik. Maar sure, I can accept. I can approve. Voor mij is hij nog steeds niet aan het craften of wel. Oh, hij is klaar. Dus Flux. Ik weet niet waarom hij aan het wachten was dan. Het zou wel. Maak er nog eens 10 voor me. Ik had eigenlijk meteen naar die moeten proberen te gaan. Maar ach, als je het wilt, dan gebeurt het nooit. Geloof me. Oh, wacht. Jij moet wel weer met... Oké. Okay. Ik weet ook hoe die eindigt. Hoe die afgestield blijft. Oh, heerlijk. Zo. Ik weet niet of we vanaf dat punt... Even kijken of we erbij kunnen. Ik ga even het glas breken. Niet meer. Oké. Dus we moeten hem iets meer naar achter plaatsen. Het is ingewikkeld hoe dit werkt. Het ding werkt raar. That's all I want to say about it. Thanks for watching. Oké. Want nu kunnen we er bijvoorbeeld niet meer bij. Als ik de andere kant op draai. Zouden we er zo bij kunnen? Oké. Ik deed dus rechtermuisklik op de peripheral. Sure. Of ik zet hem er gewoon naast en dan doen we het zo. Netter start. Voor mij staat er netter start, maar dat maakt me niet helemaal niks uit. Ik wil gewoon dat het werkt nu. Klaar. Ja, perfect. Die sluiten. Netter star erin doen. Kijken of hij nog steeds werkt. Netter star. Oh. Netter star. Oh, wauw, dat kunnen we vanaf hier. Joink. Oh, wauw. Hoe dat rendert. Om dat optimalisatie. Geweldig. 39k per tik. Dat is perfect. Dus ik zeg voor nu, bedankt voor het kijken naar deze episode. Wat vinden jullie van het idee dat we gewoon 39.000 RF per tik genereren? Het is zo cheap. Ik weet het. Ik vind het geweldig. I like it. Equivalent of change. Dat was de naam die ik zocht. Geweldig mod. Heerlijk OP. Even kijken hoe het met oors gaat. Oké. Processing is een beetje langzaam. Ik heb zijn zoon erin gegooid. In de proces... lijn. Dus daar was hij waarschijnlijk nog mee bezig, ja. Zodat hij het een beetje vol zit. Ja. Sandstone is iets wat we de hele tijd heel veel van hebben. Zand wordt gevooid, dus ik denk van, nou, dan doe ik sandstone in. Klaar. Niet het beste idee. Maar ik zeg voor nu, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei doei!